Verder heeft de heer Timmermans met groot vertoon gezegd dat hij voor bescherming van klokkenluiders is. Dan zit er één Nederlandse klokkenluider ergens ondergedoken, Rudy Post. Van de Europese Commissie, vanwege kinderhandel. En we hebben recent gezien in Roemenië, waar een kind gewoon ontvoerd wordt van zijn pleegouders, gillend en schreeuwend. Het filmpje gaat door merg en been om voor enige tienduizenden euro's geld in Amerika geadopteerd te worden. Hoe bizar kan het zijn? Dat soort praktijken is zij tegengegaan. Die praktijken worden niet opgelost. Sterker nog, ze worden weer toegelaten. En zij zit in de problemen. Wil de premier zich inzetten dat dat dossier aan twee kanten opgelost wordt? Richting de klokkenluider en richting de praktijken. Misschien nog wel omgekeerd. En zouden we daar over 2-3 maanden een terugkoppeling van kunnen hebben? Want ik vind dat de heer Timmermans aan die dure belofte gehouden kan worden. De zaak van de klokkenluider Rudy Post heb ik mij niet voor dit debat voorbereid. Ik denk dat ik dat nu ook niet moet proberen snel te beantwoorden, want ik ken te weinig van de details. Ik weet alleen van de gevoeligheid, maar ik heb wel een suggestie voor een antwoord gekregen, maar toch uiteindelijk afgewogen dat niet nu te doen, omdat ik dan met te weinig background op dat onderwerp wat zo gevoelig is, ga proberen dat te doen. En er zijn vragen gesteld door de heer Omtzigt aan de minister van Buitenlandse Zaken. Ik stel echt voor dat het daar ook verder. Ik heb nog twee moties, voorzitter. De eerste gaat over klokkenluider Rudy Post. De Kamer gehoort de beraadslaging en constateren dat de heer Timmermans zich duidelijk uitgelaten heeft over bescherming van klokkenluiders. Constateren dat mevrouw Rudy Post een klokkenluidersbrief geschreven heeft aan de premier van Nederland toen Nederland voorzitter was van de Europese Unie. Constateren dat het probleem dat zij aankaarten, kinderhandel bij interlandelijke adopties, geenszins is opgelost. Verzoekt de Nederlandse regering aan de heer Timmermans tot een fatsoenlijke oplossing te komen van zowel de zaak als voor de persoon in kwestie en de Kamer hierover voor 25 oktober te informeren, gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dat maakt ze deel uit van de beraadslaging. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, en misschien kan ik naar aanleiding van deze motie ook wel een tip meegeven aan de minister-president. Want het was namelijk opgelost. Er was een toezegging, na bemiddeling van het Europees Parlement, onder andere mijn collega Dennis de Jong, tussen Timmermans, Selmayr aan de ene kant en Rudy Post aan de andere kant, dat er een oplossing was. En op het moment dat de verkiezingen waren geweest, was die oplossing weer van de baan. Dus als de minister-president hiermee aan de slag gaat, dan kan hij gewoon die oude oplossing weer op tafel krijgen, lijkt mij. Dat is een zeer terechte en waardevolle aanvulling van een collega, want de collega van de SP heeft zich hier buitengewoon hard voor gemaakt. Ik hou deze motie ook meteen een week aan, want ik vermoed dat de... Ja, want ik vermoed dat de premier, aangezien hij in zijn termijn geen uitleg geeft, ook hier schriftelijk op gaat reageren. Want ik snap de moeilijkheden hier in de individuele casus, maar deze casus is bijzonder ernstig. En anders zouden we deze motie ook niet indienen. En tot slot ben ik zeer benieuwd naar de reactie op de aangehouden motie over klokkenluider Rudy Post, waarvan door veel partijen in deze Kamer gevraagd is. Ik hoop dat haar zaak opgelost wordt. En ik zie dat dit zelf tot in Roemenië aanleiding is geweest tot een behoorlijk politiek debat. Dus enige druk daar op die... eigenlijk worden kinderen gewoon verkocht aan Amerika. En dat filmpje, ik kan het u sturen. U durft er bijna niet te kijken hoe het gaat als je een kind van de pleegouders afpakt en het voor 30.000 euro aan Amerikaanse pleegouders verkoopt. Dat zijn de praktijken waar we het over hebben. Daar zit dus een klokkenluider voor thuis en ik wil die zaak gewoon opgelost zien. Dan had de heer Omtzigt ook een vraag over een heel ander onderwerp. Een klokkenluider met betrekking tot adoptie. Zij was op dat moment medewerker van de Europese Commissie. Het dispuut tussen de Europese Commissie en de betreffende klokkenluider is juridisch een zeer ernstige zaak. Zal ze ook ingaan op het belangrijke thema waar ze op inging, de interlandelijke adoptie en de misstanden daarbij. Maar de zaak zelf is een zaak tussen werkgever en werknemer of werkgever en voormalige werknemer, waarvoor de voormalige werknemer ook juridische mogelijkheden openstaan. Maar Nederland is niet de werkgever. De interlandelijke adoptie zelf is een onderwerp wat ook in Nederland aanleiding heeft gegeven tot zorg en zelfs een door minister Dekker aangekondigd onderzoek naar zaken die daar zijn misgegaan. Inhoudelijk ligt dat bij hem, maar beide
zaken, datgene wat deze klokkenluider aan de orde heeft gesteld, maar ook wat in Nederland naar voren is gekomen, geven samen wel aan dat er op het gebied van adoptie verbeteringen nodig zijn. Misschien ook een herstel van misstanden, maar dat is aan de commissie die daar in Nederland mee bezig is. Maar daar is collega Dekker ook druk mee bezig en houdt de Kamer van op de hoogte. Dan was er tenslotte nog een vraag met betrekking... De heer Omtzigt nog een vraag over deze laatste opmerking. De heer Omtzigt. Heer voorzitter, de klokkenluidersbrief is geschreven aan de voorzitter van de Europese Raad. En dat was in 2016 Nederland. Dus Nederland kan zich in, en dat was ook de correcte procedure, dus Nederland kan zich in deze zaak niet afzijdig houden. Dan zeg ik niet precies op welke wijze het opgelost was, maar er lag een oplossing en die is op het allerlaatste moment teruggetrokken tot grote schade van deze mevrouw, die, zoals de minister zegt, een zaak terecht aan de orde stelde waar er grote problemen zijn, waar de kinderen tot nu toe gewoon ontvoerd worden. En degene die het aankaart, die leeft ondergedoken. Ik vraag de Nederlandse regering zich in te zetten dat het voor deze individuele persoon opgelost wordt, zoals commissaris Timmermans ook gezegd had dat hij met klokkenluiders zou omgaan. En dat gewoon samen met commissaris Timmermans aan te pakken voordat de nieuwe commissie aantreedt, eigenlijk een ander portfolio heeft. Mag ik daarvan uitgaan? De minister. Nou, voorzitter, de heer Omtzigt stelt nu wel een onmogelijke vraag. Het onderwerp is belangrijk. Maar de heer Omtzigt weet ook heel goed dat als er een dispuut is tussen werkgever en werknemer en daar een juridische weg voor openstaat, dat het dan niet aan een andere partij is om zich daarin te mengen. Nederland heeft in de tijd dat Nederland voorzitter was een kopie gekregen van de brief die de betreffende persoon had gestuurd aan de voorzitter van het Europees Parlement. Dat is waar. Maar dat doet niets af aan het feit dat Nederland niet de werkgever is of was van deze betreffende mevrouw. En dat suggestie dat wij die mogelijkheid zouden hebben om in zo'n juridische procedure in te grijpen, niemand helpt. Die hebben we namelijk niet. Korte vervolgvraag, de heer Omtzigt. Voorzitter, de klokkenluidersprocedure in de EU is dat je je wendt tot de instituties en dan kun je je wenden tot de voorzitter van de Europese Raad of de voorzitter van het Europese Parlement. Die brief is aan beide gericht geweest, dus de voorzitter van het Europese Parlement en de voorzitter van de Europese Raad. De zaak is uiteindelijk ondanks belofte niet opgelost. Dus dan wens ik mij tot degene aan wie die brief geschreven was. Dus ik verzoek de Nederlandse regering of zij bereid is om in contact te treden met de eerste vicepresident van de Europese Commissie, de heer Timmermans, en samen te kijken hoe dit opgelost kan worden, zoals door beide eigenlijk al had moeten zijn gedaan. De minister. Ja, maar voorzitter, ik vind dit echt voor niemand een verstandige procedure. Als er een dispuut is tussen een werkgever en een werknemer, dan moet dat opgelost worden. Maar dan is het voor niemand behulpzaam om daar een derde, die inderdaad een brief, een afschrift van een brief heeft ontvangen, maar geen juridische rol heeft, daarin te gaan schuiven. Dat wekt een indruk die niet waargemaakt kan worden. Er is een gang naar de rechter mogelijk. Of mensen dat wel of niet willen doen, laat ik aan iedereen zelf over. Maar het helpt niemand om te suggereren dat de Nederlandse overheid daar een rol in heeft. Want die is er niet. En dat doet niet af aan het belang van de zaak zelf. Dat is ook de reden dat ik aangeef dat dit probleem ook in Nederland speelt. En de Nederlandse regering, in dit geval dan de verantwoordelijke collega, dat ook zeer serieus. De positie van de klokkenluider, ja, daar verval ik in herhalingen. Het feit dat er een brief is gestuurd doet niet af aan de juridische verhouding tussen werkgever en voormalig werknemer. En ...21-501-20-1471... Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties. SP, Partij van de Arbeid, Van Koot en Aarsen, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. De motie is aangenomen. De heer Omtzigt. Dank u, voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, hij was niet helemaal omarmd door de regering, zou ik graag voor de volgende Europese top een brief hebben. En ik zou de Nederlandse regering vragen om dat die brief te schrijven na overleg gehad hebben met de heer Timmermans en de heer Selmayr.
We hebben een brief over Roelie Post gehad. Een klokkenluider is nou niet slechts één zaak. Die is geen arbeidsconflict in die zin. En ik zou graag de regering willen uitnodigen om nogmaals contact op te nemen met de Europese Commissie. Want die motie die unaniem hier ook aangenomen is, die vraagt om de zaak op te lossen. En ik kan me voorstellen dat dat nog wel een week of twee duurt. Ik bedoel, zulke zaken los je vaak niet binnen een dag op. Maar er is contact geweest met het kantoor van commissaris Timmermans. Ik zou graag de terugkoppeling daarvan willen hebben. En het oordeel van Nederland of er nou een acceptabele oplossing gevonden is. Dat antwoord hoef ik niet vandaag, maar ik zou het graag binnen een week of twee hebben. Dan was er bij de overige onderwerpen de vraag van de heer Omtzigt over mevrouw Post. De heer Omtzigt en ik blijven van mening verschillen over wat de aangewezen weg is voor een werknemer die een dispuut, als klokkenluider of in andere vorm, heeft met de werkgever. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat je een discussie moet hebben over het feit dat als iemand een dispuut heeft met de werkgever, ook als dat de Europese Commissie is, dat dan de aangewezen weg is. Eerst een interne klokkenluidersregeling, er is een weg open naar de Europese ombudsman, er is een weg open naar de rechter. Dat is allemaal niet anders dan bij andere klokkenluiderszaken of arbeidsconflicten. En dat kan ik niet voor u veranderen. Het zou ook wel heel ingewikkeld worden als mevrouw Post of iemand anders nu in 28 lidstaten moet gaan vragen om haar dispuut of haar klokkenluiderszaak met haar werkgever te regelen. Terwijl daar heel logische wegen voor zijn. Ik begrijp dat het allemaal vervelend is voor betrokkenen. Maar het wordt alleen maar lastiger als niet de logische wegen gekozen worden. Klokkenluidersregeling, Europese ombudsman of een juridische procedure voeren. Dat is de enige manier om tot een conclusie te komen. Ik denk dat de heer Omtzigt het niet met u eens is. U heeft een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Kijk, voorzitter, wij waren het oneens. En dat is ook waarom deze Kamer een motie aangenomen heeft. Unaniem zeg ik er dan maar even bij. Met het verzoek om tot een oplossing te komen na overleg met de commissie. En nu heeft de regering gezegd, we hebben de commissie geïnformeerd. Maar wij vroegen als Kamer, kom met een oplossing in de informeerde Kamer. Nou, dat gaat vanavond niet lukken, dat snap ik ook wel. Maar ik zou de regering willen vragen om weer contact op te nemen met de commissie. Te kijken of er een bevredigende oplossing ligt. En dan over een week of twee weken de Kamer te informeren. En daarbij zij ook opgemerkt dat mevrouw een klokkenluidersbrief geschreven heeft aan de twee instanties aan wie je een klokkenluidersbrief kunt schrijven. Dat is namelijk de voorzitter van het Europese parlement en de voorzitter van de Europese raad. En de voorzitter van de Europese raad op dat moment was de minister-president van Nederland, de heer Rutte. Dus Nederland was juist degene die aangesproken moest worden. Daar is ook nooit een goed antwoord op gekomen. Nou, dat zei dan zo, dat gebeurt wel eens. Maar daarom vraag ik hier gewoon de toezegging over twee weken een stand van zakenbrief met daarbij of het fatsoenlijk opgelost is of niet. Dat is wat de Kamer hier gevraagd heeft. Ik neem ook aan dat die motie op die manier gewoon uitgevoerd wordt. Voorzitter, het is geen probleem om het nog een keer aan de commissie te vragen. Maar het is wel de vraag of mevrouw Post hier nou echt mee geholpen is. En dat vraag je in alle oprechtheid. Voorzitter, ik zoek wel een oplossing en daar kan de Nederlandse regering ook aan bijdragen. En die kan commissaris Timmermans, die heel hoog opgeeft over klokkenluidersbescherming, daar zelfs richtlijnen voor aanneemt, ook gewoon rechtstreeks op aanspreken. Dat is zeker, maar de vraag blijft openstaan. En als al die andere routes er nou zijn? En dat is niet uniek voor deze zaak. Ik bedoel, iedere zaak is naar zijn aard heel vervelend voor de betrokkenen. Maar iedere zaak heeft ook, in ieder geval in de route die je kan belopen, overeenstemming met andere zaken. Er zijn meer klokkenluiderszaken. Er zijn meer disputen tussen werkgever en werknemer, ook binnen de Europese Commissie. En dan helpt het toch niet om niet te wijzen op die mogelijkheden, maar wel op een route die naar zijn aard heel weinig kans op succes heeft. Dan vraag ik me echt in alle oprechtheid af welk belang wordt daarmee gediend. Ja, maar voorzitter, even heel specifiek.
Er zijn ook andere routes. Daar heeft de minister helemaal gelijk in. Dus inderdaad, je kunt naar het Hof stappen, je kunt naar de Ombudsman stappen. Maar er is ook die klokkenluidersroute die vast ligt in de interne statuten en die gaat over het voorzitterschap van de Europese Raad van Nederland en het voorzitterschap van het Europese Parlement. Die is in deze weg bewandeld. Dat is ook de reden waarom ik het bij de Nederlandse regering neerleg. Maar ik dank de regering dat ze dat nogmaals bij de commissie voorlegt en dat wij daarover teruggekoppeld worden over een week of twee om te kijken hoe het dan bijstaat. Ja, maar ik meen ook in alle oprecht, het zou ook, want ik begrijp dat de heer Omtzigt daar frequent contact over heeft, ook helpen om te wijzen op routes die waarschijnlijk meer bijdragen tot de oplossing en die ook voor de hand liggen. Mevrouw Leijten heeft er nog een vraag over. Ja, voorzitter, dit loopt al een poos en een van de routes die bewandeld is door mevrouw Post, onder andere met hulp van Europarlementariërs, is die interne route. En daar was een oplossing, alleen die is na de verkiezingen ongedaan gemaakt. En juist daarom, omdat wij daar graag op willen wijzen, is die motie aangenomen. En ik zou toch de minister wat dat betreft willen vragen om daar ook naar te kijken, of daar in ieder geval de heer Timmermans op te wijzen, dat de overeenkomst die er was, om die gestand te doen. Of die te hernemen en niet te laten wegzakken. Want dat is wat hier is gebeurd. En het gaat ook om de bescherming van de Nederlandse staatsburger in de bureaucratie van de Europese Commissie. Voorzitter, ik heb al aangegeven, doen het nog een keer. Maar ik heb ook aangegeven dat iedereen die wil dat tot een oplossing komt, daar ook aan kan bijdragen door niet steeds op dezelfde deur te blijven kloppen, wetend dat er ook andere deuren zijn. Voorzitter, dit is in dit geval echt aan een heel verkeerd adres, omdat wij namelijk met inzet van partijgenoten in Brussel juist op andere deuren hebben geklopt. En toen leek er een oplossing te zijn. Op één deur. Ja. Dank voorzitter. Dank voor de toezegging om op Broeliepost terug te komen. Ik denk dat het echt heel belangrijk is om daar een oplossing te vinden. De minister zegt toe, nogmaals, de zaak omtrent de klokkenluider Port bij de Europese post bij de Europese Commissie aan te kaarten en te zoeken naar een mogelijke oplossing. En ik neem aan dat ook over Broeliepost wij dan ook teruggerapporteerd worden. Want dat zei u niet, maar anders is het ook geen toezegging. Dus ik neem aan dat we daar dan een terugkoppeling over krijgen. Dat wij daar ook een terugkoppeling over krijgen, de stand van zaken bij Broeliepost. Want anders is het geen toezegging, dan is het alleen onder de... Beide is... akkoord, als ik het nu goed... Ja, de brief moet ik echt... Ik ben gewoon afhankelijk van twee collega's. Dus ik zeg bij voorkeur... Ik zeg dat bij voorkeur omdat ik dat snap, maar ik... Wat is de reden daarvan? Dan op de brief over de klokkenluider Broeliepost kom ik op een later moment terug. Maar het was wel alvast interessant om op te merken, in de tweede brief die de regering schreef, dat zij inderdaad als klokkenluider een brief kon schrijven naar de voorzitter van de Europese Raad. Dat is precies wat ze gedaan heeft. Naar de voorzitter van de Europese Raad toen Nederland dat was in 2016. Daarom vind ik ook dat zij als klokkenluider behandeld moet worden. En ik zou ook graag willen weten of de regering zich dus blijft inzetten dat deze zaak gewoon opgelost wordt. Want nu is het een soort heen en weer en heen en weer. Ik zoek gewoon een brief dat er een oplossing komt. En het tweede gedeelte van de motie over post, namelijk de problemen met de interlandelijke adoptie. Ik neem aan dat die door justitie en veiligheid opgepakt worden, maar ik zou het wel graag weten. Dat is misschien een nog wel taaier onderdeel van deze zaak. Dank u wel. Dank u wel. En met betrekking tot de brief over mevrouw Post. Wat betreft de zaak zelf heb ik ook eerder aan de Kamer aangegeven dat ik het altijd heel onverkwikkelijk en vaak ook persoonlijk verdrietig vind wanneer er een arbeidsconflict is tussen een werkgever en een werknemer. Maar dat het dan helpt om de persoon die dat betreft te wijzen op de procedures die daar helderheid in kunnen geven. En dat geldt voor een conflict tussen werkgever en werknemer, voor de betreffende werkgever en de betreffende werknemer. Dat zijn wij niet. De heer Omtzigt wijst aan dat, maar je mag wel klagen bij de voorzitter en toen was Nederland voorzitter. Maar voor de oplossing van een werkgever-werknemer conflict staat de weg open naar de Europese Ombudsman of naar de rechter. En het helpt niet om dan niet die route te bewandelen, maar andere routes te bewandelen, want dan komt er geen antwoord.
En ik begrijp ook echt niet wie daarmee geholpen zou zijn. De heer Ontzicht heeft gelijk dat het inhoudelijke vraagstuk wat hierbij speelt, wat is er in de tijd gebeurd bij adopties en hoe gaan we daarmee om, op zich een heel belangrijk vraagstuk is, dat alle aandacht verdient. En de collega van Justitie en Veiligheid heeft de Kamer ook toegezegd daar al aandacht aan te besteden. En er lopen voor wat Nederland betreft ook onderzoeken naar wat er hier gebeurd is. Voorzitter, hiermee hoop ik de vraag... En waarom is dat niet gebeurd? En dan kom ik op een later moment al terug op mevrouw Post. Want het probleem is geen arbeidsconflict. En wanneer het geen arbeidsconflict is en ze klokken luiden, dan verwacht ik wel degelijk een oplossing. Dus ik ga er gewoon vanuit dat de minister net zo lang doorgaat tot er een fatsoenlijke oplossing ligt. De minister. Mevrouw Post, in alle oprechtheid, ik begrijp niet hoe zij ermee geholpen is door niet de weg te kiezen die bij arbeidsconflicten tot een oplossing kan leiden, maar andere wegen te kiezen. Ik heb zelf in werkgeversrollen helaas ook te maken gehad met arbeidsconflicten. Het is altijd heel verdrietig en pijnlijk. Maar niemand heeft er iets aan wanneer dat eindeloos blijft voortgaan. En dan is daar de weg of naar de rechter of naar de ombudsman. Terecht wordt momenteel onderzoek gedaan, de commissie Joustra, naar rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij misstanden met adopties. Er zou sprake zijn van kinderhandel en de overheid wist ervan. Dat zou wel eens een heel groot schandaal kunnen zijn. Maar hoe breed of hoe smal wordt nou dit onderzoek? Worden ook landen die niet expliciet zijn genoemd, zoals China, India en Haiti, onderzocht? Wanneer kunnen we de eerste tussenrapportage van de commissie verwachten? De SP vindt het van groot belang dat dit onderzoek voor eens en altijd duidelijk maakt wat er niet goed is gegaan. Mensen hebben er gewoon recht op om dat te weten. De SP heeft al eerder voorgesteld dat er financiële ondersteuning moet komen voor geadopteerden die willen weten waar ze vandaan komen, waar hun wortels liggen, wie hun biologische ouders zijn. Dat is echt belangrijk. En nou lezen we in de brief van de minister dat hij 1,2 miljoen euro ter beschikking stelt. Mijn vraag hierover, waar is dit geld nou precies voor bedoeld? Is het nou voor het FIOM, voor alle organisaties of voor alle geadopteerden? Wat hebben zij er uiteindelijk concreet aan? En moet dit per se bij het FIOM belegd worden? Hier is namelijk ook kritiek op. Die kritiek heeft de minister denk ik ook bereikt. Waarom speelt het ministerie zelf geen actievere rol? Een poosje terug is een motie aangenomen van de heer Ontzicht. De SP heeft die ook van harte gesteund. Die gaat over de zaak van Roelie Post. Zowel over het feit dat zij als klokkenluider aan de bel trok en zelf nu in de problemen is gekomen, als over het feit dat er kinderhandel plaatsvond in Roemenië. De uitvoering van de motie daarover is mijn fractie ontevreden. We zouden de minister op zijn minst willen vragen om met mevrouw Post hierover zelf ook in gesprek te gaan. Graag een toezegging of de minister bereid is in gesprek te gaan met mevrouw Post. Gelet op de motie die is aangenomen en alles wat zij te vertellen heeft over kinderhandel in Roemenië in het verleden, waar ook lessen uit getrokken kunnen worden voor de toekomst en bovendien haar zaak als klokkenluider. Voorzitter, als het gaat om een zaak als klokkenluider, heeft volgens mij de minister van BZ daar al het een en ander over gezegd. En daar ga ik niet nu nog eens een keer tussen komen. Als het gaat om misstanden in andere landen, kan ik me voorstellen dat het goed is dat de centrale autoriteit daar wel kennis van neemt. Dus dat kan ik u toezeggen. Goed, dank u wel. Ik heb de minister ook gevraagd om in gesprek te gaan met mevrouw Roelie Post. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat zij schandalen heeft onthuld over kinderhandel in Roemenië, waar de minister van kan leren voor de toekomst. Zelf is het slachtoffer geworden van die situatie. En er is een aangenomen Kamermotie, door heel de Kamer aangenomen. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de minister hier vandaag zegt, dat ga ik niet doen. Ik ga niet zelf met deze dappere mevrouw in gesprek. Dus graag een toezegging van de minister. Het zou toch heel raar zijn als we daar een motie over in moeten dienen. De heer Van Ispe vroeg naar de zaak rond Roelie Post, daar zitten twee dingen. Enerzijds het arbeidsconflict, daar ga ik me niet in mengen, want dat heeft, daar heeft de minister van Binnenlandse Buitenlandse Zaken al het een en ander over gezegd. Andere gaat over de zaak zelf, de misstanden, eventuele misstanden in Roemenië. Daarvan heb ik gezegd, vind ik het zinvol, dat dat ook bij mijn ministerie belandt. Dus wij gaan dat gesprek graag aan. Lijkt me heel erg zinvol dat de autoriteit die daar meest mee is gemoeid, de centrale autoriteit, dat gesprek aangaat. CDA voor Roelie Post, ook een klokkenluider, ja. Iemand die het heel zwaar heeft. Wat doet de minister daaraan? Eén, kunt u nog iets doen voor klokkenluidster Roelie Post? Dat was de motie die we hier kamerbreed vorig jaar gedaan. De heer Ontzicht vroeg, niet voor het eerst,
naar de procedure rond mevrouw Post. Maar ook niet voor het eerst geef ik hem daar het oprechte antwoord voor, op dat een individueel arbeidsconflict tussen een werkgever, niet zijnde de Nederlandse overheid, en een werknemer ook opgelost moet worden tussen die werkgever en werknemer. En dat de Nederlandse regering daar alleen maar kan wensen dat daar een goede oplossing voor komt, maar omdat we niet de werkgever zijn, die oplossing niet kunnen bieden. En ik kom terug op Rudy Post op een gegeven moment over, want zij was een klokkenluider. Als een arbeidsconflict was, dan snap ik het. Maar dat is het niet.